أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس كيك شلوسترس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فريد سمعت ألين أن خنادة من المختخة أن إن يوليو 2022 خدوا إن سرنا سري سري ربي شنكر De oprichter en voorman van de wereldwijde Art of Living Foundation. Hij was in Suriname op bezoek in verband met zijn I Stand for Peace campagne, waarmee hij in april 2022 was gestart. Het leek mij in dit verband interessant om na te gaan wat de Koran ons leert over vrede. En dat doe ik in deze septembermaand in verband met de Internationale Dag van de Vrede, dat wereldwijd wordt herdacht op 21 september. Wat houdt vrede in, kunnen we ons als eerste afvragen? Houdt vrede in afwezigheid van oorlog? Houdt het in afwezigheid van onderlinge conflicten? Is dat al voldoende? Vrede kunnen we op drie manieren beschouwen. Ten eerste vrede met de Almachtige. Ten tweede vrede met onze omgeving. Ten derde vrede in en met onszelf. Voor wat betreft vrede met onze omgeving beveelt de Koran ons aan om in vrede te leven met anderen. Als iemand met wie we misschien een geschil hebben ons vrede aanbiedt, dan dienen wij dat te accepteren. Dat lezen we onder andere in de Koran, hoofdstuk 4, vers 90. Ook als we merken dat er ergens ruzie is, is het onze plicht om te proberen daar vrede te brengen. Zoals we lezen in hoofdstuk 49, vers 9 en 10 van de Koran. Ik citeer. Wanneer twee partijen van de geloof gaan ruzie maken, breng dan vrede tussen hen. Einde van citaat. Ook als er discussies zijn, moeten wij proberen ons daar netjes te gedragen. Zoals we lezen in de Koran hoofdstuk 16, vers 125: Roep tot de weg van je Heer met wijsheid en goede aansporingen en argumenteer met de anderen op de beste manier. Einde van citaat. En deze manier van argumenteren en discussiëren is bedoeld om vrede te bewaren, ook bij verschil van mening. Sri Sri roept in zijn I Stand for Peace boodschap op om continu een smile te hebben en daarmee vrede te verspreiden. Dit is helemaal in lijn met een overlevering van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, die zei dat zelfs een glimlach kan worden beschouwd als liefdadigheid. Dus niet alleen materiële ondersteuning aan onze medemensen is liefdadigheid, maar ook zachtmoedig en goed gedrag kan als liefdadigheid worden beschouwd en ons zodoende beloningen van de Almachtige opleveren. Zo zegt de Koran ook in hoofdstuk 3 vers 159 dat als de profeet Mohammed hardvochtig zou zijn geweest naar zijn omgeving toe, dat de mensen van hem zouden weglopen. Integendeel is het vanwege zijn goed en zacht gedrag dat hij de mensen aantrok. Ook met andersdenkenden, andersgelovigen, moeten we in vrede leven. We moeten weten dat de Koran bijvoorbeeld niet alleen aan rechtschapen moslims, maar ook aan rechtschapen volgelingen van andere godsdiensten het recht toekent op het paradijs. Zoals we lezen onder andere in het Heilig boek hoofdstuk 2, vers 62. Ook is het de moslims opgedragen om in alle profeten van God te geloven. Zoals we lezen in hoofdstuk 2, vers 136 van de Koran. Waar profeten worden genoemd als Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Mozes en Jezus. Ik zei het eerder al, vrede kunnen we op drie manieren beschouwen. Vrede met de Almachtige, vrede met onze omgeving, vrede met onszelf. We hebben het net een beetje gehad over vrede met onze omgeving. Voor wat betreft vrede met de Almachtige, wil ik het volgende zeggen. Er is een bepaalde nacht in het laatste deel van de Vasterband Ramadan, een nacht die wordt genoemd Lailatul Qadr. De nacht waarin de gelovigen trachten vergeving en zodoende vrede met de Almachtige te bereiken. Als we weten dat we gezondigd hebben, verkeren we in onrust. We zijn niet in vrede. We hebben wroeging, we hebben spijt, ons geweten speelt ons parten enzovoorts. We zijn bang voor de straf van Allah. En deze nacht van aanbidding, de tul Qadr, geeft ons een gelegenheid om daarin verandering te brengen. Om vergeving van Allah te krijgen zijn er vier voorwaarden. Ten eerste moeten we erkennen dat we een fout hebben begaan. Ten tweede moeten we berouw tonen. Ten derde moeten we ons voornemen om die fout niet meer te maken, om die zonde niet meer te begaan. En ten vierde moeten we ook bereid zijn anderen te vergeven. Zowel de Bijbel... Als de Koran stelt dit als voorwaarde om vergeving te krijgen. Bijbel Marcus 11, vers 25 en 26. En de Koran hoofdstuk 24, vers 22. Dat houdt dus in dat we eerst moeten kunnen vergeven om zelf vergeving te kunnen ontvangen. Zodoende kunnen we in vrede gaan leven met Allah. Door Hem vergeving te vragen voor datgene wat we verkeerd hebben gedaan. En ons voor te nemen niet meer te zondigen. Zodoende kunnen we rust en vrede ervaren, weten we dat Allah de zonden helemaal vergeeft als wij voldoen aan de voorwaarden voor het ontvangen van vergeving. Zoals we lezen in de Koran, hoofdstuk 39, vers 53. We hebben dus al behandeld vrede met onze omgeving, vrede met de Almachtige. We zullen het nu hebben over vrede in en met onszelf. Een bekende spreuk zegt dat we pas in vrede verkeren als ons denken, praten en doen op één lijn zijn. Gemakkelijk gezegd, maar niet gemakkelijk gedaan. Het is vaak zo dat we slecht denken over iemand, maar als hij of zij voor ons staat, dan doen we alsof er niets aan de hand is. De vraag is nu, is het nodig om verkeerd over zo iemand te denken? Wat bereiken we ermee? Probeer vrede in jezelf te krijgen door dergelijk oordelend gedrag achterwege te laten. Het is ook een vorm van huigelarij. Verkeerd denken over iemand, maar goed praten als hij voor je staat. En dergelijk gedrag verscheurt ons van binnen, het verstoort onze innerlijke vrede. De Koran zegt dit ook zoals we lezen in hoofdstuk 61, versen 2 en 3. O jullie die geloven. Waarom zeggen jullie wat jullie niet doen? Allah vindt het zeer verfoeilijk dat jullie zeggen wat jullie niet doen. Einde van het citaat. Met andere woorden, ons denken, praten en doen moeten we proberen op één lijn te krijgen om zodoende innerlijke rust en vrede te kunnen ervaren. Tot slot wil ik het met u hebben over het paradijs als uiteindelijke bestemming. Van vrede. En er zijn tientallen versen in de Koran die het paradijs als een plaats van vrede beschrijven. Bijvoorbeeld hoofdstuk 14, vers 23. Degenen die geloven en goed doen, worden tuinen binnengeleid, waardoor rivieren stromen. Daar verblijven zij met de toestemming van hun Heer. En hun groet daarin is vrede. Einde van citaat. Als we het nu hebben over vrede in het paradijs, is het zo dat we die vrede automatisch zullen krijgen? De Koran zegt in hoofdstuk 55, vers 46, dat we twee tuinen hebben en dat wordt uitgelegd als één tuin in deze wereld en één in het hiernamaals. De tuin van dit leven is de geestelijke vreugde die de rechtschapenen in deze wereld vinden in het doen van goede daden. En het is deze gemoedstoestand van geestelijke vreugde die we na dit leven meenemen naar het hiernamaals, waar onze andere tuin ons te wachten staat. Onze geestelijke tuin, onze tuin in het paradijs, bouwen we dus reeds in dit leven op. En zoals we hier leven op aarde, zoals we ons hier gedragen, zoals we ons hier voelen, zo zal het ook zijn in het hiernamaals. Het is immers dezelfde ziel die na dit leven doorgaat naar het volgende leven. Stel dat je een deur open doet, je loopt door die deur heen en je sluit het weer, ben je nog steeds dezelfde persoon? Als je ziek bent, je maakt een deur open, je gaat in de andere ruimte, je sluit de deur af. Ben je nog steeds ziek? Dat geldt ook voor de ziel, voor onze ziel die door de poort van de dood gaat. Als we ons hier bezighouden met slechte zaken, zal die gemoedstoestand van spijt en roeging met ons meegaan naar het hiernamaals. Vandaar dat we elk moment van ons leven moeten trachten in vrede te zijn met onszelf, met onze omgeving en met onze schepper. Want we weten niet wanneer we de overgang maken naar het volgende leven. En mocht het zover zijn, dan zal deze gemoedstoestand van vrede ons vergezellen, en mogen we een paradijselijke gewaarwording tegemoet zien in ons volgend bestaan? Vandaar dat ons streven zou moeten zijn om elk moment in vrede te verkeren, met onszelf, in onszelf, met onze omgeving en met de Almachtige. En mogen de Internationale Dag van de Vrede op 21 september een motivatie voor ons zijn om hieraan te werken. Bedankt voor het kijken en luisteren. Assalamu alaykum. Frieda se met jou alreeds.